Prize. Proficiat. Met? Jij bent WTCE Brinkport Young Professional van het jaar 2023. Hoppa. Oh. Wat een verrassing. Ja, toch? Ja. Niet verwacht. Nee, niet verwacht. Nee. Nee. Proost, hè? Nou, ik ben Matthijs van der Linden, 37 jaar. Mede-eigenaar van ArtInsign. Dat is eigenlijk een signbedrijf in de breedste zin van het woord. Bij signing kun je denken aan het beletteren van auto's, het monteren van reclame op de gevels, lichtreclames of onverlichte reclames. Wat het bedrijf uitstraalt en wat ik zelf ook altijd heel erg vind als ik naar mezelf kijk, is dat ik heel erg graag het goed wil doen en de klanten die we hebben gewoon blij wil maken. 3 jaar geleden ben ik in het bedrijf gestapt en toen was ik ook nog niet helemaal op de hoogte van hoe de hele branche in elkaar zit. Dus wat dat betreft ben ik ook nog steeds aan het leren qua productkennis, qua... ook het aansturen van personeel. Dat klinkt heel cliché, maar het is echt het ontzorgen van klanten. Net een stapje extra zetten, onverwacht uit de hoek komen waardoor een klant toch het wow-effect krijgt. Dat vind ik zelf het leukste aan ondernemen, dus dat je een vraag krijgt. Dat je eigenlijk een oplossing biedt die verder gaat dan alleen de eerste vraag die de klant heeft. Ik denk niet dat er in de afgelopen 3 jaar echt keuzes zijn geweest die ik gemaakt heb, die achteraf verkeerd uitgepakt hebben of die ik anders zou doen. Altijd wel kleine dingetjes, maar ja, dan heb je het over projecten die je misschien net iets anders had kunnen aanvliegen of waar je dan wat meer op de bal had kunnen zitten. Ja, we gaan eigenlijk, dat zeggen we intern altijd, we gaan altijd voor een team. Matthijs, proficiat. Ik heb jou leren kennen als een innovatief, ondernemend persoon die eigenlijk altijd een eigen bedrijf heeft willen hebben. Daar begon je eigenlijk al vrij vroeg mee als een soort hobbyproject. Als wijnliefhebber begon je met zijn project Vino's. En voor Vino's had je een huisstijl nodig en een logo. Hij kende Marco, zijn huidige compagnon van vroeger. En samen hebben ze een mooie huisstijl voor zijn eerste bedrijfje ontworpen en gemaakt. Daarnaast is Matthijs altijd zeer actief geweest in allerlei netwerkbijeenkomsten. Met Marco kwam hij op een gegeven moment ter sprake dat hij samen met Marco een bedrijf over kon nemen. Het bedrijf waar Marco het zelf tevens creatief ondernemer was. Het was ongeveer 2019 dat ze die mogelijkheid hadden. Het was voor hun eigenlijk snel besloten dat ze het wilden gaan doen. Maar om het dan daadwerkelijk te doen, gaat nog wel wat tijd overheen. En eind februari 2020 werden handtekeningen gezet, de aandelen getransporteerd Matthijs zag zijn vurige wens, zijn grote droom, in vervulling gaan. Maar wat gebeurt er dan vervolgens 2 weken later? Een nachtmerrie voor elke ondernemer. Het bedrijf waar hij van 2 weken eigenaar was, kon bijna zijn deuren sluiten door de wereldwijde pandemie die optrad. Een periode van onmogelijkheden geeft ook nieuwe mogelijkheden. Innovatief, ondernemend. En succesvol als Matthijs kan zijn, pakt hij zijn nieuwe kansen en zie wat voor mooi bedrijf ArtInsign intussen is. Ik denk dat WTC Eindhoven Brainport Young Professional de juiste benoeming gedaan heeft met jou, om met jou te kiezen als jonge ondernemer van het jaar 2023. Matthijs, nogmaals proficiat en heel veel succes in de toekomst.